Ik ben al heel lang vrijwilliger van Patrick. En Patrick is iemand met een ontwikkelingsniveau van een 1-jarige. En zit in een volwassen lichaam en hij kan moeilijk pijn duiden. Kan moeilijk aangeven wanneer hij pijn ervaart. En ongeveer 4 jaar geleden kwam ik tot het inzicht dat sensortechnologie en data science op een hele goede manier in te zetten zijn om hem een stem te geven. Zorgverleners zijn heel erg gewend om klein te kijken. Dat je de kleine signalen oppikt van iemand die zelf zich niet kan uiten. Het grote probleem is dat er heel vaak wisselingen zijn op de groep. Dat mensen op kamer 24 uur per dag ondersteund worden en niet altijd direct gezien worden. En juist in die context is het heel interessant om een spanningsopbouw in een heel vroeg stadium te kunnen herkennen. Onze oplossing is dat we met behulp van sensoren, fysiologische parameters, de emotie van een persoon proberen te duiden. En het duiden van die emotie kan je niet doen zonder data science, zonder patroonherkenning. Mijn collega die heeft nu een VR-bril op. We proberen hiermee zeg maar, emoties en stress te simuleren. Zodat we ons systeem kunnen gaan trainen om stress te herkennen. We doen het in een testsituatie omdat wij werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Die zelf niet aan kunnen geven of zij stress ervaren of niet. Dus wij gaan nu met wilsbekwame proefpersonen gaan wij zeg maar onze modellen trainen. Zij kunnen precies aangeven wanneer ze wel of geen stress ervaren. En door onze modellen op die manier te trainen, kunnen wij zeg maar met getrainde modellen vervolgens naar zorghuizen. Waar cliënten zitten die zich niet goed kunnen uiten. En daarmee gaan we zeg maar onze modellen weer valideren in de zorgpraktijk. Na de langdurige zorg denken wij dat dit systeem op een hele goede manier in te zetten is in de thuiszorg. Voor mensen met psychische problemen, oudere mensen die al wat onbegrepen gedrag in de thuissituatie laten zien. En we denken dat dit systeem op een hele goede manier te gebruiken is in andere toepassingsgebieden buiten de zorg.